Nou, dag Mark, dag Willem. Heel erg leuk jullie te zien hier op het Juvertapark. Ik zou heel graag aan jullie willen vragen om eerst maar eens te beginnen met iets over jezelf te vertellen. Wie je bent, wat je doet. Wil je starten, Willem? Ja, helemaal goed. Ik ben Willem Heuseveld, docent groen op het Juvertalocatie hier in Houten. Willem, je bent niet alleen, Mark is er ook. Kun jij nog meer vertellen? Ja, Mark van Loppen, collega van Willem eigenlijk al vele jaren. En ja, eigenlijk net als Willem, gewoon aanleg, onderhoud en alles wat erbij hoort, daar liggen wel mijn passie. Dat is leuk, dat je zegt, daar heb ik passie voor, maar je kiest er niet voor om dat allemaal zelf te gaan doen. Misschien dat je het af en toe wel doet, dat zul je vast ook af en toe doen, maar je kiest ervoor om daar onderwijs in te geven. Er is niks mooiers dan kennis overdragen eigenlijk. Okay. En, dus dat probeer ik te doen. Ja. Het leuke zelf vind ik van de mbo-opleiding die we hebben, dan hebben ze eigenlijk al een beetje een richting gekozen. Dus de interesse is er al wel. En dat scheelt natuurlijk enorm. Maar wat ik eigenlijk het mooist vind is als ze allemaal redelijk bleu binnenkomen. En dat je na 2-3 jaar zie je ze gewoon als grote ja, opgegroeide volwassenen, jongvolwassenen zie je ze weggaan. Het gaat dus niet alleen over het vak leren, maar het gaat ook eigenlijk over leren in het leven te staan. Ja, over de klik. Want de ene bereik je met... Wat is jouw muzieksmaak? Wat vind je leuk? De ander krijg je heel sterk op het machinegebied. En de ander met tuinaanleg. Ik denk ook dat het enorm scheelt. Dus we zijn redelijk praktisch. Hè? Dat geldt eigenlijk voor alle groen collega's. En de leerlingen, de doelgroep die wij hebben, die zijn redelijk praktisch ingesteld. Dus op het moment dat je praktijk kan koppelen aan een stukje theorie, juist door dingen te doen, trek je ze eigenlijk naar een hoger plan met elkaar. Ja. We hebben binnen het hele groenverhaal, hebben we eigenlijk een soort paradepaardje. En dat is een gemeenschappelijke passie en dat is de skills. Skills Heroes. En daar zit onze passie om te zien van ja, wie uit een klas heeft de competenties om mee te doen aan een wedstrijd. Het mooie van de skills is dat er niet alleen de jongens zichzelf verder ontwikkelen. Maar ik denk dat ik ook wel kan zeggen dat wij dat zelf ook doen. Ja, mooi. Ja, want je moet op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die er zijn. En je gaat eigenlijk samen noem het maar even de strijd aan. Al die verschillende culturen bij elkaar. Mm-hmm. Hè, ook de leerlingen zelf die en niet alleen de wedstrijd, maar ook alles eromheen. Het samen eten, 's avonds activiteiten, noem maar op. Dat verbindt. Het mooie is, als je dan nog verder gaat, dan komen ze en je wint, dan kom je in het nationale team. Ja. En daar kom je met andere beroepsgroepen in aanraking. En ook dat zie je weer verbinden. Ook daar staat Team NL, zeg maar. Ja. En dat hebben we gemerkt, hè, want we hebben het geluk gehad dat we een paar keer succesvol zijn geweest en dat we naar het buitenland mee zijn gereisd. Dan zijn de jongens klaar met de wedstrijd en dan gaat het klokje aan en we gaan even snel bij die kijken, want die zijn bijna klaar. En dan zie je gewoon dat onderling, die dynamiek is top. Ja, dus die echte teamspirit, dat helpt hun ook en dat verbindt hun met ook allemaal andere studenten en iedereen in de groep. Op klein niveau, dus je hebt het al binnen een klas, dan krijg je een Juvetta breed, dat je ziet er verder Helicon en Welland College had. Dus eigenlijk krijg je al op regionaal niveau de verbinding binnen Juvetta van al die vestigingen. Want alle bevestigingen worden erbij betrokken. Ja. Dus we bellen ook naar Alsmeer. Ja. Maar ook binnen het oude Helicon werd gevraagd naar al die vestigingen van Bokstel. Ja. En dan krijg je Roermond. Dus we zien elkaar, alle groencollega's zien elkaar. Ja. En dan kom je nog een stap hoger. En dat is het ultieme hoogte voor ons. Ja. Als je dan Nederlands kampioen wordt, ja, dan ga je Europees of wereldniveau. Ja. En dan heb je strijdje tegen Australië, Japan, Colombia, China, Rusland, Duitsland, België. En dan zie je al de culturen wereldwijd. Ja. Het is gewoon grenzenverleggend, eigenlijk op alle vlakken. Hey, en hoe vaak zijn nou teams van jullie al Nederlands kampioen geworden? Ja, volgens mij nu 4 keer achter elkaar. 4 keer achter elkaar. 4 keer achter elkaar. Maar van 3 keer vanuit Houten. Oké, dus 3 keer, en dat doen jullie. Er is een periode geweest dat Mark en ik ons eigen team hadden. Oké. Dat dus we met 2 teams vanuit Houten konden komen. Ja. En dan stonden we met z'n tweeën in de finale tegen elkaar. En dan won Mark. Met z'n jongens. Maar uiteindelijk gaat het erom dat... Ja, we willen gewoon dat Juvetta wint. Zie je nou bij deze jongens ook dat ze vaak na hun opleiding ook zich wat speciale dingen gaan doen? Of zie je toch wel misschien wat anders dan die jongens die skills hebben gedaan dan andere klasgenoten? Of? Alle oud-deelnemers die wij die succesvol zijn geweest, die hebben allemaal een eigen hoveniersbedrijf. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus blijven leren ze nog iets? En teren ook nog steeds op het succes dat ze succesvol zijn geweest. Ja. Ja.
Hun zelfvertrouwen is enorm toegenomen, ja, denk ik daardoor. De volgende wedstrijd is in januari. Dat wordt in Hardenberg gedaan. Ja. En dan staat Juventa Nijmegen daar en Juventa Houten. Ja. Nou, de klassen die gaan naar de beurs. Ja, we hebben een grote touringcar geregeld en alle klassen, tenminste van hieruit en ook vanuit Nijmegen, die gaan daar heen om te supporten. Dus die pakken de beurs mee, maar die gaan meteen. Ja, dat brengt het wel met zich mee. Ja. Meerdere doelen tegelijk. Ja. Dus wij centen, we hebben het altijd over, ook bij je verder, we hebben gezegd, we willen het jaar van verbinding, de betrokkenheid. Maar nou, hier zie je het in de praktijk. De verbinding zie je, de betrokkenheid, zie je het allemaal nu echt zo op die manier gebeuren. Hoe kunnen we jullie nou nog, misschien nog beter faciliteren? Hebben jullie nou nog het gevoel van, Juventa zou echt nog iets kunnen doen? Of misschien een aantal dingen kunnen doen om het nog beter te maken, het nog goed, beter laten slagen? Ik denk dat we een heel lang lijstje hebben. Okay. We zijn allebei gereedschapsfans, dus we willen altijd heel veel gereedschap. Het zou ook heel fijn zijn als we als docent gefaciliteerd worden in uren binnen je jaartakoverzicht. Nou, misschien moet je nog wel zeggen dat op een of andere manier gekeken moet worden hoe skills goed geïmplementeerd kan worden in het hele gebeuren. Want er is bijvoorbeeld een keuzedeel. Vanuit andere hoek. Keuzedeel is de mogelijk waardoor degene die kandidaat zijn dat keuzedeel zouden kiezen. Nou, ik denk als dat soort dingen op het lijstje kunnen komen. Ja, dus dat het eigenlijk nog makkelijker wordt om mee te doen. In ieder geval dat het nog makkelijker wordt om het ook gewoon als onderdeel van je studie mee te kunnen doen. Ja, het nu vraagt het een redelijk grote investering, denk ik, van de leerlingen, ook qua tijd en zo. En het levert ze aan de andere kant niet heel veel op, want het levert ze geen vrijstelling op voor iets of zo. Dus het is allemaal extra. Ja, dus eigenlijk het levert natuurlijk wel heel veel andere dingen op. Hè. Dat zei we net al. Hè. Dat absoluut. Kennis, et cetera, maar ondertussen laten ze ook zien dat ze ergens heel goed in zijn. En toch wordt dat eigenlijk, blijkbaar, ik jou goed begrijp, of jullie goed begrijpen, wordt dat eigenlijk niet in de resultaten van hun studieprogramma. In de standaard reguliere lessen zit het niet ingebed. Nee, dus de vraag is, kun je daar niet mee? Dat vind ik een hele mooie vraag. Ik zeg ook meteen, het is wel leuk dat ik in het college zit, maar wij gaan daar natuurlijk allemaal niet direct over. Hè? Dus we hebben natuurlijk heel erg natuurlijk locaties en ook nog examencommissies en noem maar op. Maar ik vind het wel iets om in bespreking te brengen, want ik vind het wel, ik kan me dat heel goed voorstellen. Nou, er is een keuzedeel ontwikkeld wat daarbij aansluit. Dus. En ik denk dat het belangrijk is dat we kijken hoe skills nog beter geïmplementeerd kunnen worden op de scholen en de lessen. Want niet alle locaties die draaiden nog in mee. Wat wij wel gemerkt hebben is dat het echt gedragen moet worden. Ja. En wat wij nu merken is dat het redelijk gedragen wordt door een aantal collega's op bepaalde vestigingen. Dat zou nog best wat breder mogen. Maar tegelijkertijd vind ik ook, als je iets moois doet en iets doet wat voor die kinderen, en die kinderen komen daar verder, de jongeren komen daar verder mee, dan moet je daar, je moet het wel ook onze tijd, het zijn de tijd die wij, iets teams overstijgend, iets vakgroeps overstijgend, want het is ook de bloemziekunst en dierhouderij en loonwerk, die hebben allemaal hun skills wedstrijden, dat gecombineerd wordt of gefaciliteerd wordt. We kunnen het nog groter maken. Ja. Het brengt heel veel en het kan iedereen heel veel brengen. Ja. En als het dan juist zo erg goede kwaliteit heeft, is het dus ook heel belangrijk en heel goed om dat ook uit te dragen. Want daar kunnen anderen ook weer van leren. Ja. Want we worden natuurlijk heel goed gefaciliteerd ten opzichte van die twee deelnemers die dan uitverkoren zijn. Ja. Maar dat zijn dat je relatief veel investeert in twee leerlingen. Ja. Maar het zou mooi zijn als die investering dus heel breder was. Ja. Maar wat wij ook altijd vragen aan het eind van het gesprek is, we hebben een lamp. Die komt straks, als die vol is, in een van onze kantoren te staan. En dan vragen we altijd, geef ons een tip, een advies. Nou, we hebben het eigenlijk al over gehad, hè? Over de skills en een stukje investering. En eigenlijk onze tip is, blijf gewoon allround investeren in skills. En niet alleen voor groen, voor alle vakrichtingen, mbo, vmbo, maakt niet uit. Het is grenzenverleggend, het verbindt. Dus allround investeren. Dus ik stel voor, dat we een lamp lopen. Ja, gaan we doen. En dat we het erop gaan zetten. Gaan we tekenen. Heel erg bedankt. Ja, insgelijks. Ja. Dankjewel. Ja.